Hallo, welkom bij een nieuw filmpje. Dit keer gaan wij slijmachtige putty kneeddeeg iets maken wat heel lekker is om mee te spelen. En het enige wat je nodig hebt is wat conditioner en maïzena. En als je wilt kan je er nog olie bij gebruiken, babyolie of badolie. Maar dat doe ik niet. Dit is gewoon dit. Ik heb wat kleurstof bijgedaan zodat het wat leuker eruit ziet. Nou, leuk receptje. Heel snel zit dit in elkaar. En ik ga je nu laten zien hoe je dit maakt. Wat we nodig hebben om het slijm te maken is het volgende. Conditioner, want dat is wat dikker dan shampoo. De maïzena, dat is niet gewoon meel, dit is bindmiddel. Dit gebruik je ook om jus te maken. Meel zou misschien kunnen, maar dit is toch net even iets anders. Het bakje natuurlijk. En ik heb kleurstof. Nou, het is op zich heel makkelijk. Dit zijn de enige dingen die je nodig hebt. We doen er 1. 2. Ik heb eigenlijk de eerste als een beetje te veel, maar ja. Het voordeel hiervan is, het is heel makkelijk spul. Zo, ik heb 3 schepjes gedaan. En we doen nu ook wat hiervan. Dus 1. Iets minder. En dit heb je nodig. Zo. Erin. En dan heb ik nog een roerstokje om het te mengen. Zo, deze gaat even opzij. Dan ga ik het een beetje mixen. Ik doe er nu alvast de kleurstof bij. En ik wil hem best wel groen hebben. Dit wordt natuurlijk wel wat natter hierdoor. Wat je hierbij gaat merken is dat het zometeen heel brokkelig gaat worden. Maar we moeten dit gewoon eerst even mengen. Dan denk je van, nou, dit lijkt nog helemaal nergens op. Zie je, het begint de brokjes beginnen te vormen. Zo, deze is heel groen. Nou, wat je dan gaat doen als je zo'n brokje hebt, is nog meer conditioner toevoegen. Zo. Iets wat ik er niet aan toevoeg, maar wat je wel kan doen, is babyolie. Als je wat babyolie hebt, dan kan je dat ook nog een beetje gebruiken om het te verdunnen. Want dan droogt het minder snel uit. Als je dit gewoon zo laat, zoals ik nu heb gedaan, dan droogt het wat sneller uit. Kijk, dit is nu ook heel erg nat. En als ik dit te nat vind, even blijven mixen, dan kan ik er gewoon voor kiezen om iets meer poeder toe te voegen. Dat denk ik is in dit geval denk ik wel nodig. Ook omdat we natuurlijk heel veel kleurstof hebben toegevoegd. En normaal, als je niet zoveel kleurstof toevoegt, dan zouden we er nu al zijn. Maar ik doe nog, toch nog een klein beetje maïzena erbij. Dit zijn natuurlijk hele goedkope ingrediënten. Waardoor het niet zo erg is als je een beetje meer nodig hebt. Goed blijven roeren. Op een gegeven moment, en dat ga ik dus ook doen zometeen, ga je het in je handen moeten nemen en ga je het moeten kneden. Het ziet er nu uit als een soort pasta. En op het moment dat je het in je handen gaat nemen en gaat blijven kneden, moet je gewoon even geduld hebben. En blijven doorgaan, want dan wordt het vanzelf droger. Als je dus babyolie toevoegt, gaat het drogen iets sneller. Tenminste, wordt het niet droog. Zo, kijken of het goed gaat. Het is nu al heel nat, zoals het nu is. Blijven roeren. Kijk, dit is al wel
het een beetje te zien. Het is al slimy. Maar ik vind hem nog te nat. Voor de mensen die mijn filmpjes zien. Die weten dat ik hou gewoon niet zo van nat slijm. Zo. Beetje meer hiervan. Kan ik het weer mixen. En dan wordt het toch wat droger. Maar dit is ook voorkeur. Als jij het niet erg vindt dat het plakkie is. En plakkerig blijft. Dan kan je natuurlijk absoluut minder gebruiken. Zo. Zie, het begint nu ook al los te laten. Dit is veel meer zoals ik hem wil hebben. Kijk. Nu begint het een beetje het speel te worden wat ik wil hebben. Zie je? Nou, nu nog eventjes doorgaan. Dit bakje is niet echt meer nodig. Het geeft wel af aan je handen. Die moet je straks wel wassen. Maar dat komt door de kleurstof. Nou. En nu zie je dat het dus ook rekbaar is en kneedbaar. En ik vind het zelf lekkerder voelen dan het gewone slijm dat we altijd maken. En trekken. En als je denkt van, nou, dit is mij toch iets te droog. Dat kan, dat je dat niet zo fijn vindt. Gewoon wat babyolie toevoegen. En dan komt het helemaal goed. Dus dit, nou, dus 6 minuutjes waren we bezig met het maken. En in 6 minuutjes heb je dus gewoon leuk kneedbare, ja, soort droog slijm. Zonder lijm, zonder borax, zonder gekke dingen. Gewoon met een paar eetlepeltjes conditioner. Misschien kan het zelfs ook met shampoo. En wat maïzena. En de maïzena is gewoon in de supermarkt te koop. Dus dit is het. Super simpel, super makkelijk. Ook stretchy, toch wel. Wat je misschien niet verwacht. En dit was hem. Dit was mijn recept. Tot de volgende keer.